Vrienden, jullie gaan getuigen zijn van iets heel bijzonders. Kijk, als wij zo'n leuk oud straatje vinden, ja, in Italië, en dat is hier, in Mergozzo, en dan moet Jut altijd even, het reisbureau, die moet dan even met de handen uit elkaar gaan staan voor de foto. Ja, kijk, dan gaat ze zo staan, hè, met die armen, zo. En dan moet ik daar dus een foto van maken. Daar staat het. Ja, ik wou het jullie toch eventjes meegeven. Dat is toch wel heel bijzonder, niet dan? Vrienden, dit is Mergozzo. Ja, aan het Mergozzo-meer. Ja, dit is weer Italië. Op z'n allerbest. Kijk, want je draait je om. En je kijkt inderdaad hier naar dat hele mooie Mergozzo-meer. Nou, ziet dat er eventjes prachtig uit, zeg. Kijk, heerlijk gewoon. En ik loop even naar het meer toe, vrienden, want ze hebben hier dus het meest heldere water van Europa. Kijk. Ja, 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 vrienden, glas helder. Ja, we rijden nu door de heuvels heen hier. We kronkelen door, ja, met het reisbureau achter het stuur. Ja, en daar zien we, misschien kan je het zien. Nee, je kan het net niet zien door de bomen heen. Maar daar zit dus het Ortameer, vrienden. Want daar gaan we nu naartoe. Het Ortameer. Ook weer zo'n verborgen parel in Italië. Ja, vrienden, lopen we hier. Ja, op weg. Ja, moesten de auto. Moesten we een heel eind weg parkeren. Ja, want we zijn hier in Orta San Giulio. En ja, er mag hier geen auto in het centrum komen. Dus het is even lopen naar het hotel. Ja, vrienden, dit is wel echt Italiaans hoor. Hotse knotse, ja. Kijk hier. Hotse knotse, ja. Op van die kleine leuke steentjes. Ja, het is, ziet er natuurlijk prachtig uit. Maar het is natuurlijk allemaal buitengewoon onhandig. En ook met het geluid. Moment, schat. Wacht even. Show hem even. Kijk, vrienden, dan hebben we ook nog te maken met de nieuwe koffer van het reisbureau. Kijk hier. Hoe vind je hem? En daar is ze ontzettend blij mee. Super blij. Ja, super blij. Want oh, hij is zo mooi. En ik heb al 7 keer moeten horen hoe mooi. Hij rijdt vanzelf. Oh, hij rijdt vanzelf. En hij heeft vier wieltjes. Hij rijdt vanzelf. Nou, is dat even leuk zeg. Nou, en wij zoeken naar het hotel. Vrienden, ziet dit er niet heel erg Italië uit? Oh, is dit even mooi zeg. Wauw, wat een prachtig straatje. Ja, en dan mogen wij zomaar inlopen. Nou, is dat even geweldig. Oh, vrienden, hoe vinden we dit? Ja, is dit even heel erg mooi. Ja, dit is niet mooi. Dit is een schilderijtje. Ja, Obelissimo, zegt ze. En dan, dit is een schilderijtje. Ik zie al leuke schoenen. Oh ja, zie, daar heb je het al. We gaan hier gauw weg, lieverd. Wegwezen, ja. En we komen hier niet terug ook. Nou vrienden, ik word hier gewoon verrast. Ja, het is een allerliefst plaatsje hier. Ja, aan het Ortameer. Ja, zeker. Is dat even leuk zeg. Kijk. Ja, zie je dat? Dat groen daar. Daar is het hotel. En dan draai ik me om, loop zo weg. En dan zien we in de verte, zien we het meer alweer liggen. Ja, vrienden. Ai, ai, ai.
Dat Italië. Ach, 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 ach. Wat is het toch mooi. Ja, kijk. Loop even. Loop nou gewoon even met me mee. Kijk, en dan zie je het alweer in de verte. Ze loopt toch te juichen hoor. Reisbureau loopt toch te juichen. Ja, die hoor ik altijd. Oh, 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 wauw, wauw, wauw. Ja, dat is het constant hier. Hè. Hier, komen we wat dichterbij. Hier, gewoon meelopen met me. Kijk, komen we wat dichterbij. Camera moet zich even instellen. Oh, ja. Kijk, hier, zo'n heel klein, venijnig doorkijkje. Ah, kijk. En dan moet je hier dus een beetje zo op zo'n randje lopen even. Een beetje balanceren. Een beetje uitkijken. Kijk eens. Kijk. En kijk dan wat er gebeurt. Kijk, kijk, kijk. En daar ligt dus ook het eilandje. Ja. Nou, daar gaan we morgen waarschijnlijk even naartoe. Vrienden, hier. Vanaf. Ja, vanaf de oevers. Vanaf echt de oevers van het Ortameer. Zeggen wij, goeiedag en tot morgen. Dag! Dag!